Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In dit deel gaan wij praten met twee vertegenwoordigers van de organisatie One Shot. We gaan praten over wat zij allemaal doen, hoe je deze organisatie eigenlijk kan bereiken, maar welke bijdrage ze leveren in het leven van Surinaamse ondernemers in dit geval. Blijf te kijken. Heren, welkom. Dank jullie wel dat jullie vandaag hebben vrijgemaakt om met ons te praten over wat One Shot allemaal doet, waar jullie voor staan en dus waarom jullie ervoor hebben gekozen om te beginnen in Suriname. Maar allereerst, hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het prima. Ja hoor, een beetje grieperige stem, maar ja. Ach, ook daar is geen probleem. Helemaal goed. Nou, als we moeten kijken naar One Shop, sorry, ik heb bijna gezegd One Stop. Als we kijken naar One Shot, wat doet de organisatie precies? Nou, One Shot International is een organisatie die zich focust op ondernemers. Ja, het is een organisatie die zich focust op ondernemers om ze te helpen hun bedrijf te starten en hun bedrijf te laten groeien internationaal. Dat is waar One Shot International voor staat. Oké, en waarom is er dus gekozen voor Suriname om ook in Suriname te beginnen? Nou, dat is een heel mooie vraag. One Shot International, ons hoofdkantoor, die staat in Californië, in de USA. En het doel van het bedrijf is om vooral ondernemers in ontwikkelingslanden te helpen om internationaal te groeien. Ja? Onze focus is vooral om voor 2030 ook nog 1000 van deze ondernemers te helpen om internationaal te groeien. We kijken als One Shot meer naar ontwikkelingslanden, dus ondernemers in ontwikkelingslanden. En als Surinamers, we zijn deel van de board van One Shot, hebben we gezegd van hey, wat mooier is het dan om in Suriname te starten. En daarbij hebben we ook Guyana daarbij meegenomen als ontwikkelingsland. Dus eigenlijk een samenwerking Suriname-Guyana onder dus de organisaties, dat wat ik moet begrijpen eruit? Ja, dus we hebben ons hoofdkantoor in de VS. Mm-hmm. En we focussen voornamelijk op de ondernemers in Suriname en Guyana in de eerste fase. En daarna trekken we door naar andere ontwikkelingslanden. Dus we hebben nu ook onze vestiging in Suriname en eentje in Guyana die we aan het opzetten zijn. En op die manier bieden we onze services aan de ondernemers om ze te helpen via onze programma's om hun bedrijven op te zetten en te laten groeien. Just to add something, Aranta. De focus is dus met name op digitaal bedrijven. Mm-hmm. En soms, ja. Ook bedrijven die niet digitaal kunnen we helpen om te kijken van oké, how can you? Want als je denkt aan bedrijven exporteren, dan denk je aan vergunning, zeevraag, luchtvraag. Maar een digitaal product, dat heb je op het internet. Ja. Ja, we maken gebruik van Facebook en van WhatsApp, but they're not here. Ja, precies. Maar is er een specifieke reden waarom er gekozen is dus voor digitale bedrijven? Net als wat je zegt, inderdaad, we leven in een tijd waarbij alles daar, dus daaromheen draait. Is dat de reden waarschijnlijk dat jullie daarvoor hebben gekozen? Nou, digitaal, omdat wanneer je denkt aan de beperkingen die er zijn om je product te exporteren. Nu, als je gewoon nu in Suriname een product of een bedrijfje hebt, je levert een dienst en je wil dat buiten het land brengen. Als het gewoon een fysiek product zou zijn, zou je hem in een container moeten stoppen, daar goedkeuring voor moeten vragen en een heel proces voordat je het uiteindelijk kan exporteren. Maar wanneer het een digitaal product is, net als wat Frans net zei, iedereen maakt gebruik van Facebook. Maar Facebook zit niet in Suriname, snap je? Dus op die manier kunnen ook Surinamers eigenlijk hun producten en hun diensten, of ja, hun digitale producten en diensten, internationaal exporteren via het internet. Oké, goed. Is trouwens een heel mooi initiatief, maar voordat we verder daarop ingaan, zijn er al eerdere projecten die jullie hebben gedaan als organisatie in Suriname? Ja, we hebben een aantal gedaan, maar meer in de VS, omdat dit concept, het Accelerator-programma, is een welnoemd concept in dit soort landen in de VS. Daar hebben we een aantal organisaties waarmee we dat samen hebben gedaan. Dit is ons eerste programma in Suriname. We zijn op 1 september gelanceerd met het programma, maar we zijn in Suriname om en bij al een jaar actief. Ja? Voor dat eerste programma die gestart is op 1 september hebben we al 16 bedrijven die in het eerste traject van 12 weken gestart zijn. Het zijn verschillende bedrijven die daarin gestapt zijn. En na die 12 weken, wanneer ze helemaal ready zijn gemaakt om te pitchen,
zullen zij pitchen aan een team van onze experts en investors om uiteindelijk na te gaan welke van deze bedrijven we in zullen gaan investeren. Oké, dus er is sowieso een groep van investeerders klaar liggen voor deze bedrijven. Ja, we hebben een investment panel, zoals we dat noemen, die ready staat. En na die 12 weken, dus je kan instappen met, je kan ook met je simpel idee instappen. Het moet vooral een concept zijn die meerwaarde heeft voor die samenleving. Ja, dus we zeggen ook wel, je moet iets oplossen. Want als jouw bedrijf een probleem oplost, dan is de kans van slagen heel groot dat we dat kunnen gaan scalen, internationaal kunnen gaan brengen. Omdat dat probleem die je hier oplost, weliswaar misschien ook in het buitenland elders opgelost kan worden. Snap je? Met jouw concept. Dus op die manier brengen we deze bedrijven door die 12 weken. We noemen dat dat we ze eigenlijk investment ready maken. En aan de hand daarvan gaan ze pitchen aan het eind en wordt in ze geïnvesteerd. Investment wil niet direct, als we investment denken we vaak direct aan geld. Ja. Maar je kan ook investeren in know-how. Want soms om je product te maken, je bedrijf op te zetten, heb je know-how nodig. Ja. Dus de investment kan zijn know-how, maar het kan ook zijn geld. Oké, dat is een mooi idee, dat jullie dus niet alleen denken aan het financiële, maar ook gewoon die tools aanreiken. Kan je misschien een beetje meer details geven, of een van jullie, hoe dit proces eruit ziet als een ondernemer nu kijkt en zeg maar interesse heeft? Op de eerste plaats, hoe geeft die zich op? Nou, het eerste cohort is al vol en al gestart. We zitten nu al in de tweede week. Het gaat allemaal prima. We krijgen heel goede responses van onze participanten. Een van ze heeft zelf laatst aangegeven, ik krijg meer dan waarvoor ik betaald heb. Dus dat doet ons goed om dat te horen. Cohort 2 die start in maart. Toch? Omdat wanneer cohort 1 af is in mei, dan moeten we alle voorbereidingen gaan doen voor de volgende cohort. En daar nemen we al onze tijd voor. Dus in maart staat cohort 2. Dus als jij luistert en je hebt misschien gewoon een simpel idee, iets dat je al lang wil gaan doen, maar je bent niet zeker hoe dat op te zetten. Je bent niet eens zeker als dit kans van slagen heeft. Of je hebt gewoon al een start-up, een bedrijf waarmee je gestart bent. Of gewoon een goed draaiend bedrijf, maar je wilt echt internationaal zaken gaan doen. Dit is het One Shot Investment Acceleration programma. Die zich eigenlijk focust op ondernemers om ze te helpen hun bedrijf eigenlijk te structureren. Investment ready te maken, maar los daarvan. Om je vooral te helpen hoe je dat bedrijf digitaal kan gaan opzetten, zodat je makkelijk op die internationale markt kan gaan komen. Wat je dan doet, je kan ons gewoon volgen op Facebook, OneShot International. Alle informatie is daar te vinden. Maar je kan ook naar onze website toe gaan. Dat is www.oneshot.sr. En daar kan je alle informatie vinden. Hoe het proces precies werkt. Hoe de 12 weken precies zijn opgebouwd. En we zeggen altijd, we brengen je niet door een training. Hè? Het is niet dat je komt zitten en luisteren en dingen uit het hoofd moet leren en kennen. We brengen je door een workshop. Dus je gaat eigenlijk met wat we je leren, dat gelijk toepassen aan je bedrijf. Dus na die 12 weken heb je zoveel gecreëerd en gebouwd voor je bedrijf, dat je gelijk aan de slag kan gaan. Dus dat is wat we eigenlijk op dit moment in Suriname aan het doen zijn. En tegelijkertijd in Guyana, want we hebben in dit programma 16 participanten van 4 verschillende landen. Ja, participanten van Suriname, Guyana, Curaçao en van Jamaica, die in ditzelfde programma nu joinen. Dus we kunnen bijna nu al zeggen dat we best op de goede weg zijn, maar we wachten het allemaal af totdat die 12 weken allemaal voorbij zijn. Oké, en hoe ziet het natraject eruit? De mensen zijn gekozen of een deel is gekozen of 3 zijn gekozen. Ik weet niet hoe dat allemaal aan toe zal gaan. En wat gebeurt er dan met degenen die niet gekozen zijn? Bestaat de mogelijkheid dat ze alsnog begeleid worden indien nodig? Ja, dus bij het panel zijn er 5 zaken. Je kan 5-point rating krijgen, 1, 2, 3, 4 of 5. Waarbij 5 is dat er geïnvesteerd wordt met geld. 4 is net als wat Frans aangaf, er wordt geïnvesteerd met resources. Het kan zijn een platform, het kan zijn kennis. Bij 3 wordt business consultancy aangeboden voor een bepaalde periode in je bedrijf. Bij 2 is er een natraject waarbij je door het programma heen bepaalde concepten weer met je worden doorgenomen. En punt 1 betekent dat je concept eigenlijk niet helemaal voldoet. En dat you need to rethink certain things. Dus je gaat weer naar een paar dingen moeten kijken. En dan kan je misschien in het volgende programma of volgend cohort weer meedoen. Dus er is sowieso een natraject waarbij we aan de hand van je concept, aan de hand van je readiness, wil je helpen om met een van deze varianten verder te gaan. Sowieso heb je dus als je participeert, we don't leave you hanging.
je krijgt in elk geval de mogelijkheid en tools om verder te gaan. Ja, dus als ik zo luister, is het toch een win-win situation voor de mensen die eigenlijk meedoen. Dus, en het is inderdaad een heel mooi concept. Ja. We hebben het dus gehad over one-shot en alles dat jullie doen. Maar de ondernemers in Suriname hebben ze niet allemaal hebben bijvoorbeeld nog de moed om verder te gaan of weten in principe, misschien hebben ze wel een goed idee, maar ze weten niet hoe ze dat zouden moeten plaatsen om in aanmerking te kunnen komen om mee te doen aan die training. Dus buiten dit wat jullie doen, zijn er mogelijk andere projecten om ondernemers te stimuleren? Ja, dat vraagt daar heel goed. Ik denk dat in principe, zodra je een idee hebt, toch? Kan je participeren. Dus het hoeft nog geen uitgewerkt plan te zijn, but you have a good idea. En je denkt van ja, belangrijk is, het must solve a problem. Renato zei het eerder, want dat is de kracht. Als je een probleem oplost, gaan mensen gaan voor de oplossing. En als het probleem ook in Guyana, ook in Jamaica, weet je, het is een probleem dat voorkomt, nou, dan kan je die oplossing dus verder brengen. En zo kan je product dus verder gaan. Dus de focus is niet op om populair te zijn met one money. Ja. Toch? Als je focus op want to solve a problem, dan ga je zien dat het eigenlijk sustainability heeft. Mm-hmm. Oké. Okay. Dan heb je longevity. Dan praten we over een langdurig proces. Dan praten we niet even over een kleine hossel. Ja. Of met one money. En om Frans even aan te vullen, heel goeie. Omdat we zeker vanwege die hele economische situatie zijn we een beetje beland in. Iedereen wil even snel wat verdienen. Ja. Toch? Dat zie je overal. Iedereen wil gelijk wat verdienen. Dat is ook goed. Maar met dit concept denken we niet alleen maar aan wat op tafel brengen. We denken aan de volgende generatie. Ja? Dus in onze mindset moeten we nu niet alleen maar meenemen. How do we survive now? Maar how do we survive later as well? Toch? Hoe gaan onze kindskinderen het hebben? En dat is wat we met dit programma eigenlijk beogen. Dat wil je helpen om een bedrijf op te zetten die het niet alleen maar nu goed doet, maar die dusdanig groeit dat je zelfs klanten buiten Suriname kan gaan hebben. Ja, inderdaad. Als ondernemer merk je dus ook gewoon dat er heel veel mensen zijn, net wat je zegt, ze denken op basis van we moeten nu geld maken. Mm-hmm. Maar ook de economische situatie heeft zeker wel een impact daarop gehad. Maar je hebt ook wel heel veel mensen met potentie. Ja. Maar soms weten mensen gewoon niet daarmee om te gaan. Of ze hebben niet de omgeving waarin ze zijn leent zich misschien niet daarvoor. Ja. Wat zien jullie als structurele oplossing hiervoor? Want jullie zijn bezig hiermee, jullie begeven je in die branche. Dus wat zou een oplossing zijn die jullie zouden aanraken? Join the one-shot program. Oké, en de mensen die zoiets hebben van... Join the one-shot program. En de mensen die dus zeg maar... niet per se aspireren om dat te doen, maar iets kleinere onderneming zouden willen starten. Wat zou uw advies zijn? Ik zou adviseren, kijk wat we sowieso doen, we hebben regulier de webinars online, One Shot International. Dus als je onze Facebook-page volgt, is het handig om een van deze sessies ooit te joinen. Waarom? We praten precies over dit soort zaken. Onze focus is niet erop gericht om een ieder tot een ondernemer te maken. Maar vooral diegenen die datgene voelen brandend in hun hart van ik wil echt iets voor mezelf gaan doen, maar ik mis eigenlijk die guidance, net als wat Frans net aangaf. Dan moet je echt aansluiten, omdat we je met dat simpel idee kunnen helpen om het echt tot een bedrijf te maken. Maar als je je comfortabel voelt in wat je doet, je werkt bij welk bedrijf dan ook, en iboem, hey, keep doing what you're doing, weet je? Yeah. Keep doing what you're doing, weet je? Maar we zoeken echt die mensen die echt die drive hebben, die wil om echt naar een ander niveau te gaan. Kijk, in de wereld, het is een heel kleine groep, hè. Het is volgens mij tussen 1-5% van mensen die echt wel op het topniveau komen van ondernemerschap, toch? Dus je moet het ook echt willen. Je moet ook door dat traject van vallen en opstaan willen gaan. It's not a fly-by-night dat je gelijk in één keer daar komt. Dus je moet echt die drive en die wil hebben om dit te willen doen. Kijk maar om je heen hoeveel ondernemers het gemaakt hebben. Geloof me, geen van ze zijn van het ene moment naar het andere moment een succesvolle ondernemer geworden. Dus het is een traject. We garanderen je niet dat je na 12 weken al, weet je, super goed doet. Maar wat we je wel garanderen is dat je na 12 weken die stappen hebt gezet naar jouw succes. Oké. Is er een bestaat de mogelijkheid dat jullie samenwerkingen aangaan met Surinaamse bedrijven? Of zijn er reeds samenwerkingen? Er zijn reeds samenwerkingen. We hebben
een deel van de trainers in ons programma die komen uit Suriname. Dus we hebben sowieso Surinaamse specialisten, materiedeskundigen, die in het programma zitten, die training geven. Dus we zitten hier bij ATV, dat is ook een van onze strategische partners. Ja. Dus nee, sowieso hebben we samenwerkingsbegaande met lokale bedrijven. Goed, en dan kijk ik naar de doelgroep jongeren. Jongeren, deze dagen merk ik ook wel dat ze heel veel ambities hebben om te ondernemen. Maar je hebt natuurlijk altijd obstakels, dat is overal zo. Is er misschien een speciaal programma die zich daarop zal richten? Of moeten ze ook gewoon meestromen met zeg maar jullie huidige programma? Dus ons programma is voor iedereen, ook voor jongeren. Toch? We hebben niet een bepaalde leeftijds requirement. Je mag any age zijn. Ja, als je ook om je heen kijkt online tegenwoordig, heb je ondernemers van 8 en 9 jaar, 10 jaar die internationaal al zaken doen. Mm-hmm. Toch? Maar ook ouderen, 60, 70 plussers, die ook internationaal zaken doen. Dus wat leeftijd betreft, daar hebben we niet een strakke requirement. De enige echte requirement bij ons is dat je wel tenminste een idee moet hebben. Toch? En dan brengen we je door het geheel traject. Dus dat is het enige. Wanneer we het hebben over jongeren, we merken dat de meeste jongeren wel in die vibe van wat we net bespraken, van het snelle zitten, snel iets doen. Terwijl diezelfde jongeren wel op alle digitale platformen zitten. TikTok, Facebook, ja. Noem maar op, WhatsApp. Dus zij snappen dat digitale veel sneller dan iedereen. Dus des te meer dat ze veel meer moeten gaan kijken en nadenken van hoe kan ik een digitaal concept bedenken? Dus iets oplossen die ik op digitale manier kan gaan creëren. Om maar enkele voorbeelden te noemen. Er is nu iemand in het programma die bedacht heeft om veel goedkoper de theorie van je rijles te kunnen afronden. Dus je moet het zo zien dat je straks niet meer naar een rijschool hoeft te gaan. Je kan gewoon thuis zitten en voor de helft van de prijs je theorie via je telefoon of via je laptop doen. Toch? Dat is super goedkoop, ja, inderdaad. Makkelijk, snel. Zeker de jeugd van tegenwoordig wil niet bij een rijschool komen zitten luisteren naar. Snap je? In hun vakantie ook nog. Absoluut niet, ja. Snap je? Dus dat is maar een simpel voorbeeld van een van de concepten die we nu aan het uitwerken zijn met de ondernemer. Zie je dat probleem dat wordt opgelost? Ja, precies. Maar daar, oké, de persoon komt dan met een mooi idee, maar dan heb je dadelijk een rijschool die zonder klanten bijvoorbeeld zit. Dus hoe zal dat allemaal werken? Er zijn genoeg. Als je kijkt naar het aantal auto's die in Suriname zijn, de market is large enough. Ja, nee, het is inderdaad een mooi idee. En niet iedereen kan en wil digitaal les volgen. Ja, dus het is eigenlijk aan beide kanten wordt je geholpen. De mensen die zeggen van ik wil liever dat de meneer of een mevrouw me uitlegt traditioneel, fijn, je gaat naar je huis voor. Maar de persoon die zegt ik wil lekker in mijn huis zitten, achter mijn laptop, mijn whatever, en mijn keuze. Ja, ik kijk in ieder geval uit naar die digitale bedrijven hoor, want ik geloof het mij, ik ben niet echt een fan van hier naartoe gaan, daar naartoe gaan. Als alles op mijn telefoon of mijn tablet kan, I'm good. Maar als we eens kijken naar de verschillende impacten die het zou hebben of de bedrijven kunnen hebben, zou het niet mooi zijn als jullie zeg maar ook zouden werken met een ministerie, bijvoorbeeld om het te promoten op een school. Als iemand met een idee kan van bijvoorbeeld, ik noem maar wat, op online boeken lenen, something like that. Bestaat de mogelijkheid dat jullie dan ook naar de ministerie stappen waar de projecten invloed op zullen hebben? Mogelijk. Dus je hebt nu al een geweldig idee op tafel gezet. Dus we nodigen je bij deze uit. Die is er nog niet, voor jouw informatie. Ja. We staan altijd open voor partnerschappen. Toch? We staan open voor partnerschappen. Eén ding die wel we geleerd hebben van de afgelopen periode. We moeten opstaan. En ondernemers moeten beginnen om in te zien dat ze een grotere rol hebben dan alleen maar verdienen. Dus wij hebben alvast de eerste stappen gezet. We staan open voor any partnerschap. Frans heeft het net aangegeven. We hebben internationaal nu al meer dan 50 partnerschappen opgezet. Groot deel in Suriname, Guyana. Ik dacht dat het in 7 verschillende landen zijn. Dus we staan er open voor. Maar we laten dat ons niet tegenhouden. En zeker niet wachten op welke instantie dan ook. Dus we staan open voor in die samenwerking en op die manier zijn we bezig om onze rol te vervullen om zeker 1000 ondernemers van ontwikkelingslanden internationaal te brengen voor 2030. Dat is nice. Hebben jullie nog informatie die jullie kwijt willen over het programma? Ja, eigenlijk volg ons via ATV. We gaan updates geven. De mensen die in het programma zitten, die gaan regelmatig updates geven.
Het gaat ook op YouTube zijn daar en op Facebook, maar ja, TV. En get ready for cohort 2 en die staat in maart. De inschrijvingen, als je ons op Facebook en onze website volgt, ga je zien wanneer de inschrijving open is. So, be there. Yes. Heb jij nog wat toe te voegen? Ja, ik wil alleen maar toevoegen om aan degenen die kijken allemaal door te geven. En vaak genoeg zijn we zijn aan het twijfelen en nadenken, moet ik het doen, niet doen. Ja, als ik vooral kijk naar al onze ondernemers die we begeleid hebben, de meeste van ze hebben aangegeven dat ze in het begin altijd in een twijfel zaten. Het belangrijkste is, je idee of je concept hoeft niet perfect te zijn. Toch? Het ecosysteem en de mensen die we bij elkaar brengen, iedereen gelooft in je idee, totdat we samen hebben bewezen als het kan of niet kan. Dus die support is er. Ook als je kijkt naar al die grote concepten die ontwikkeld zijn, ze zijn allemaal door een traject gegaan. En dan wil ik eindigen om met een quote van Shark Tank. Ja, Shark Tank, een van de investors van Shark Tank. Dat is Mark Cuban, die aangegeven heeft van, hey, it doesn't matter how many times you fail, because you only have to be right once. Dus met andere woorden, ook al ga je door heel veel strubbelingen en het lukt maar niet, als je maar één keer de juiste stappen neemt, komt het zeker goed. Nou, dank jullie wel. Ik kijk in ieder geval uit naar de tweede cohort. Wie weet zal ik ook participeren. Maar, more than welcome. Maar ik wens jullie heel veel succes verder met hetgeen jullie doen. Dank je wel. Dat waren dus de twee vertegenwoordigers van de organisatie OneShot. U heeft het gehoord, als u zit met een plan om een bedrijf te starten, of je hebt alleen een idee, schroom niet en maak contact met ze. Het is belangrijk dat je ergens begint. Want als je het nooit hebt geprobeerd, ga je niet weten hoe het aanvoelt. Dat was dus het eerste deel. Gaat u nu weg, want mijn collega Sifra Goudland heeft een tweede deel voor u. Wij zijn op locatie en niet in Paramaribo. Wij zijn in het district Para in het dorp Redidoti. Wij gaan een luchtig gesprek voeren met de pas aangestelde kapitein van dit dorp, de heer Ricky Swedo. En wij gaan van hem vragen wat hij allemaal wilt zien te bereiken voor zijn dorp, want hij is nu een van de derde kapiteins die wij een beetje volgen. Kijkt u mee. Ja, meneer Swedo, net als wat ik aangaf in mijn intro, als kapitein van Redidoti wil ik u alvast welkom heten in ons programma In Gesprek Met. Dank u wel. Oké, we gaan een beetje luchtig beginnen, alvorens we een beetje indijven met wat het werk van een kapitein precies, wat het werk precies is. Wie is de heer Ricky Swedo precies? Wel, ik ben een jongeman, 48 jaar. Ik ben hier... je kan zeggen van mijn voorouders zijn van dit dorp. En na de hand daarvan dan, komen wij als kleine jongen hier zo, alle broers. En ik ben vanuit mijn vaders kant is dit dorp die wij als broers hier zo altijd vaker kwamen. En dus dat is zo'n beetje over Ricky Swedo. Oké, heel mooi, heel mooi. U bent niet zo lang geleden, ik zal niet zeggen niet zo lang, afgelopen maand, bent u geïnstalleerd als kapitein van Redidorp. Men zal zich afvragen, wat doet een kapitein precies van een inheems dorp? Wel, die kapitein, hij zet het werk uit. Die plannen komen ook van het bestuur. Een kapitein gaat moeten delegeren. Hij gaat opdrachten moeten geven aan het bestuur, de bajas. En van daaruit dan wordt er gerapporteerd aan de kapitein. En zoveel mogelijk ontwikkelingsvisie brengen in het dorp. Ik zie, u gaf het aan, uw voorouders zijn van dit dorp.
Zowel zo ook van uw vaders kant. Maar u had voorgangers die ook van dit dorp zijn. Maar wie waren uw voorgangers? We gaan de mensen hun mind een beetje refreshen. Ja, dus tot kort toen ik weer naar hier zo kwam, na Binnenlandse Oorlog, was er Whalen, hij is nu Whalen, kapitein Leslie Artis. Dat was zijn periode. En na een poos dan had je Marciano Stuger. Na Marciano Stuger dan heb je mij als kapitein nu. Is kapitein een functie dat wordt overgedragen? Want bij de Marons is een gramang een beetje levenslang. Is het ook hetzelfde bij de inheemse of worden jullie voorgedragen? Ja, dus in principe, de regel eigenlijk is zo dat je wordt voorgedragen. Maar soms heb je problemen in dorpen. Soms zijn de mensen niet eens. En door die oneenigheid dan worden er meestal verkiezingen gehouden. Maar over het algemeen wordt het altijd, een kapitein wordt altijd aangewezen. En de gemeenschap gaat bepalen of ze eens zijn daarmee of niet. En wanneer er bijvoorbeeld een probleem is tussen twee kandidaten of drie kandidaten, dan wordt er zeker een verkiezing gehouden, zodat alles zoveel mogelijk vlot verloopt. Ja, wat is het geval bij u? Bent u voorgedragen of is het ook hetzelfde wat u aangeeft dat er een verkiezing moet zijn? Bij mij is het zo gegaan dat ik werd voorgedragen en de gemeenschap had ook de ruimte gekregen om als er iemand ook ertussen een kandidaat gesteld wil worden van hun kant. Als er iemand was die ook kapiteinschap als kandidaat wilde fungeren, die ruimte werd ook geboden. En door die tijd heen dan zijn we helemaal op het punt gekomen dat ik er alleen voor stond. Want er waren nog twee kandidaten. Maar door die hele ontwikkeling van het dorp hebben ze toch voor mij gekozen, de gemeenschap. Men zal denken, we praten over een dorp, en men kent de meeste dorpen, zijn Mata, Berna dorp. Voor hen die het niet weten, waar ligt Redi Doti precies? Redi Doti ligt in district Para. En het is langs de Suriname rivier. Als je via de Afubakaweg rijdt richting Powaka, voorbij Powaka. En dan krijg je de Carolina brug, de nieuwe Carolina brug. En dan ben je al in het dorp. Waarvoor is het dorp Redi Doti zo al een beetje bekend? Dus Redi Doti, hier wordt er een ananasteelt gedaan. Groot landbouw en ananas. Er is ook toerisme. Je hebt bepaalde plaatsen die toeristen ook aanwezig kunnen zijn. Want het dorp ligt aan de Suriname rivier, langs de Suriname rivier. En je hebt mogelijkheden hier waardoor je voor het gemak en zwemgelegenheid. En je hebt zwemgelegenheid hier zo en je hebt ook een Jodensavanna hier zo in het dorp. Heel veel geschiedenis is ook hier zo. En je hebt heel veel meerdere activiteiten in omliggende gebied van Redi Doti zelf. In dat gebied waar je ook een mooi bos hebt en een mooie paden hebt voor toeristen die echt aan hun trekken kunnen komen. Als kapitein, hoe is de samenwerking met de omliggende dorpen? Want als ik me niet vergis, heb je Pierre Condre en Cassipora iets verder. Hoe is de samenwerking met de omliggende dorpen? Ja, dus tot nu toe, voor die overdracht, werden we al geconfronteerd met de kapiteins van de omliggende dorpen. En ook met de moederorganisatie. En zoals het nu is die samenwerking heel goed. En we gaan het gewoon door voortzetten. Behalve, u gaf aan het begin aan dat het werk van een kapitein is, werk uitzetten, zaken goed onder controle te hebben. Wat is het dat u zou willen bereiken voor
uw dorp hier in Para, Oost of Noord, houdt u me dat even ten goede? Ja, dus kijk, die uitdaging is groot, want als je bepaalde ontwikkeling wil brengen in het dorp, het grootste probleem wat je hebt in dorpen, ook in Rididoti, is financieel. Dus die kapitein en zijn bestuur gaat zoveel mogelijk bepaalde dingen moeten creëren, zodat je geld binnen kan laten stromen in het dorpskas. En als je bepaalde ontwikkelingen moet ontplooien, creatief moet je zijn en kan je geld genereren voor het dorp. Maar jouw ontwikkeling en jouw visie die je gaat hebben, en belangrijk is dat de gemeenschap wel mee moet werken, want als wij het werk gaan moeten voorzetten om de ontwikkeling, om het dorp naar een bepaalde hoogte te brengen, hebben we de gemeenschap nodig. En meestal, wat ik heb gezien in dorpen, ze laten die kapiteins en het bestuur in de steek, waardoor zaken niet lopen. En bij deze hoop ik het allereerste dat de gemeenschap altijd meewerkt met ons. Zodoende kunnen we veel meer bereiken en op een niveau gaan waar we als volk, als inheems dorp, het niveau kunnen bereiken waar we willen gaan. Want er is potentie hier, we hebben van alles hier, alles kan je zeggen. En weet je hoeveel dorpen bepaalde dingen niet hebben wat Rididoti heeft? En wij moeten flink gebruik maken daarvan. Dus daarom zeg ik, we kunnen heel veel bereiken, maar de gemeenschap moet sterk achter ons staan. En hoe ziet uw bestuur er verder uit? Ik heb 4 basha's onder mij. De hoofdbasha is Jefario Jubitana. En dan heb je daarna, je hebt Ryan Wijngaarden, je hebt Cindy Emanuelson en je hebt Astrid Angela Voerman. Dat zijn de overige 4 basha's. Ik gaf daarnet ook aan dat de samenwerking vanuit de samenleving, vanuit de gemeenschap belangrijk is. Maar u heeft iets opgenoemd, de nieuwe Carolinabrug. Want als ik me niet vergis, was dat ook een probleem met Rididoti, dat jullie dan afhankelijk waren van de ponton voordat de brug er was. Dus jullie bleven eigenlijk een beetje achter. Maar met die brug, is het enigszins veranderd volgens u, dat u nu de tweede kapitein bent sinds de brug er is? Ja, je ziet die mogelijkheden. Hè? Kijk, vroeger, als je met de boot moest komen, dan was je verplicht 4 uur al aan te melden bij de veerboot. Je bent verplicht, anders ga je niet uit het dorp, pas de volgende dag. Nu kan je komen hoe laat je wil, je kan weggaan hoe laat je wil. En dat heeft van zich meegebracht dat er bepaalde ontwikkelingen zijn gekomen. Bijvoorbeeld, kijk het voetbalveld. Het was niet zo mooi, het is nu mooi geworden. En het gaat verder ontwikkeld worden, toch? Dat is een van die ontwikkelingen. En ook heb je ook mensen die komen die langer blijven, toch? Die ook een bijdrage leveren aan het dorp. En dat is het voordeel van wat we hebben gekregen hier zo. Het brengt ook meer mensen naar het dorp toe. Naast de ontwikkelingen die zijn gekomen, zijn er zaken die u zegt dat beter kunnen? Vooral in het dorp Rididoti zelf, gezien gekeken naar de kant van de regering? Ja, dat is zeker zo. Zaken kunnen beter gaan. Maar we hebben een knelpunt, hè, met de regering. Wij als kapiteins van dorpen, in Himse dorpen heb ik het over het meest, hoor. Wij voelen het ook. Soms doe je moeite naar de regering toe en je krijgt je feedback. En dit ding moet gewoon gezegd worden, want sommige mensen, je hoort van ja, die Indianen, die inheemse doen geen moeite. Maar wanneer ze moeite doen, krijgen ze zich in de meeste gevallen geen gehoor. Toch? Dus wij als dorpsbestuur of besturen moeten zelf kijken hoe wij creatief kunnen zijn voor de gemeenschap. Toch? Al die problemen die er komen, komt op het bestuur. En wij moeten ervoor zorgen dat om niet op land te wachten, wij dingen, bepaalde dingen moeten creëren voor de bevolking. Je hebt zoveel dingen hier, werkgelegenheid. Anderen willen sport doen, ze kunnen het niet doen. Ze kunnen niet naar de stad. Toch? Dan word je gewoon achtergehouden. En wij als bestuur moeten dat gaan creëren, zodat deze mensen niet achterblijven. Toch? Wij moeten het creëren.
Want wanneer je bepaalde dingen via de regering moet doen, of je wacht te lang of je krijgt het niet eens. En dat is de knelpunt van de meeste dorpen. En ook wij als Riduti voelen het ook. En ik ga ervan uit dat dit alles ook verder geregeld wordt via de FITS. Want zij zijn dan volgens mij jullie woordvoerder. FITS is de moederorganisatie. En dat zeg ik toch. Wanneer je klachten doorgeeft en de FITS doet zijn werk. En de OSIP ook. Dan bepaalde zaken lopen niet echt hoe ze moeten lopen. Toch? Ik vind die snelheid te traag. En waardoor je bepaalde tijden raak je achter. Maar die moederorganisatie, ze doen hard hun best ook. Want de tijd is aangebroken dat we niet achter gaan blijven meer. Wij zelf besturen doen ons best en moeite. Alles wat we kunnen, gaan we proberen te doen. En voor hoe lang bent u aangesteld als kapitein of dorpshoofd? Wel, kijk, dat is de regel eigenlijk. De kapitein wordt gekozen voor 5 jaar. Toch? Maar het kan ook zijn dat je dus er gewoon geen kapitein meer bent. Want je kan kapitein zijn, je kan gekozen zijn voor 5 jaar. En dan, je doet het slecht, de gemeenschap gaat je eruit zetten. Oh, dus die mogelijkheid is er? Ja, de gemeenschap bepaalt. Dus als je een kapitein bent die gewoon langs je school gaat lopen, dan ben je het niet waard, toch? Dus je moet precies weten van waar je staat, wat je bent, wat je waarde is, wat je wilt doen. Toch? Je gaat mensen niet voor de gek houden. Toch? En als dat gebeurt, kan je voordat je denkt in je tussen je periode gewoon aan de kant gezet worden. Want de gemeenschap is nu ook wijzer geworden. Ja. Helemaal. Naast een sportactiviteit en werkgelegenheid, wat wilt u als dorpshoofd nog bewerkstelligen in de hopelijk 5 jaar dat u bent aangesteld? Ja, kijk, ik heb serieuze zaken om te doen hier zo. Ik heb allemaal in mind. Toch? Ik ben hier zo gekomen, net wat ik zei na die Binnenlandse Oorlog. Ik ben gegroeid, ik was vanaf klein jongen kwam ik al hier. En ik ben gaan groeien en ik heb gekeken hoe ik de gemeenschap kon helpen, ondanks ik niet in het bestuur was. En ik keek naar iedereen, naar ieder, de jeugd, senioren, de middenklasse, naar ieder. En daarom zeg ik, er zijn mogelijkheden. En bepaalde ideeën die ik heb, die nog op papier gezet gaat worden samen met het bestuur, denk ik wel dat wij het gaan realiseren. Bijvoorbeeld, kijk de school bijvoorbeeld. We zijn van plan om dat via de school ook uit te breiden, zodat zaken als bibliotheek hier kunnen komen, een eigen cyber, toch? Zijn mogelijkheden die er... Ik denk dat ze gewoon gedaan kunnen worden, toch? Je moet echt die feedback ook krijgen. Ik denk dat die mogelijkheden echt gerealiseerd kunnen worden. Er zijn heel veel dingen nog om te doen, maar ik denk dat bepaalde zaken echt gerealiseerd zouden kunnen worden. Net als wat u aangaf, u bent opgegroeid in het dorp, u hebt de ontwikkelingen gestaag zien opkomen. Wat is uw boodschap naar vooral de regering toe om de inheemse dorpen te alle tijden te blijven ondersteunen? Kijk. Ik vind dat de regering niet moet zollen met de bevolking, toch? Ik vind dat er dat altijd gebeurt, toch? Ik vind dat het gewoon gebeurt. Ze maken te veel grappen wanneer er bepaalde projecten worden uitgevoerd. Worden die dingen te lang achter wie gehouden. En ik vind dat ze sneller moeten werken, want bepaalde dingen kunnen gerealiseerd worden. En het wordt pas op het eind worden bepaalde dingen gedaan. Ik vind dat die snelheid meer moet zijn vanuit de regeringkant. Want wij doen ons moeite en als we die feedback niet krijgen, want de regering heb je nodig. Dat is sowieso. Dat kan je niet uitweken. Toch? Dus als wij die feedback geven, dan vind ik dat die snelheid snel. Want soms heb je geen geld nodig of wat hoor, van de regering. Als je bepaalde machines al kreeg, is het werk al half gedaan. Want de gemeenschap kan gewoon verder gaan. Soms vragen we geen geld, we vragen gewoon middelen om dat werk te doen. Toch? En als we die spullen krijgen,
heb je al ons, je kan zeggen, 3/4 al geholpen. Oké, meneer Swedo, heel hartelijk dank voor de informatie die u met ons heeft willen delen. Alsnog de felicitaties met uw aanstelling tot kapitein. En wij wensen u heel veel succes en we blijven u volgen. Ja, heel hartelijk dank. En ik hoop dat jullie ook kunnen genieten even van de sightseeing hier zo. En ik bedank jullie heel erg. Dank u wel. Kijkers, u heeft kapitein Swedo gehoord. Samenwerking is belangrijk en niet alleen vanuit de gemeenschap van dit dorp Redidoti, maar ook sowieso vanuit de regering hebben zij alle hulp nodig. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. Mocht u deze aflevering hebben gemist, geen nood, de herhaling is vanavond op kanaal 12.2. Wij zijn de volgende week terug met een splinternieuwe aflevering van In Gesprek Met. Tot dan!